Het openbaar vervoer is vandaag na een periode van ongeveer 6 maanden gedeeltelijk weer opengesteld. 38 van de 75 particuliere lijnbustrajecten hebben de spits afgebeten met inachtneming van de COVID-19-protocollen. Op deze eerste dag was de toeloop van passagiers wat stroef. Dat blijkt uit diverse gesprekken met buschauffeurs en de controleurs van de PL-route. Maar belangrijk voor hen is dat de COVID-19-maatregelen in acht worden genomen. En dat lukt naar hun zeggen best wel. De lijnbussen mogen maar 20 personen per rit vervoeren. Daarom zijn alle klapstoelen uit de bussen verwijderd. Verder moeten de COVID-19-maatregelen, zoals het dragen van een mondkap en de handen desinfecteren, ook in acht worden genomen. Ook zeggen de buschauffeurs dat ze met het verhoogde tarief niet helemaal rond zullen komen. Maar ze zijn blij dat ze nu weer kunnen rijden en niet thuis zitten zonder geld. Wat is maar één? Dat wordt toch toch niet even. Maar we kunnen kiezen maanden ook wel vallen op zoek. Is dat niet toch? Wat is maar ook klagen. Maar in het begin gaat het altijd stroef zijn. Maar ik vind dat toch al leuk. Is dat niet toch? Want als dat niet, ik vind dat ik naar boengi unu allemaal. Is dat niet toch? Ik was maar ziekie. 20 maanden in de bus. Want we ook ziekie zieken. Dus we ons met... Nou, het is nog een beetje slapjes. Het is niet zoals vroeger, want die mensen zijn nog niet gewend met het nieuwe systeem. Maar het is een start. Voor ons, wat belangrijk is, is dat we 6 maanden thuis zijn en dat we nu eindelijk weer kunnen rijden om, weet je, te kunnen overleven, om het zo te zeggen, in zo'n moeilijke tijd. Sowieso niet. Sowieso niet. Want alles is duur geworden, snap je? Sowieso ga je niet redden, maar liever iets dan niets. Dat zou ik zeggen, liever iets dan niets. Ja. En ja, we moeten allemaal rekening houden met COVID. Er zijn COVID-protocollen voor de bussen. Ja. Houden de mensen zich daaraan? Hoe verloopt dat? Nou, als je ziet heb ik een sanitizer bij mijn deur gezet, een handsanitizer. En ik heb ook een sticker van TCT gehad. Er zijn regels, mondkap, sanitizer en die stoelen zijn weg. Dus het lukt aardig. Het gaat wel een beetje. Sommigen, je had van die mensen hebben die zeggen van hey, ze komen zonder die mondkap, dan denk ik je gelijk van, hey, mondkap, zo kan je niet in de bus. De meningen over de aanpassing van het bustarief zijn verdeeld. Mensen die afhankelijk waren van de taxi vinden de herstart van de bussector een opluchting. Maar aan de andere kant vinden jongeren die in oktober naar school moeten dat de bustarieven te hoog zijn. Ja, met de bus. Dat 2 rit moet ik nemen, terug en naar school. 12 is er die wordt. Per dag? Per dag, ja. Het is erg duur. Hoop je dat een onderwijs met een oplossing kan voor schoolgaande? Wat verwacht je? Ik hoop als de prijzen laag gaan van het tarief. 3 SRI kan nog doorgaan, maar 6 is echt te duur. Ik heb geen keus, want als ik de taxi moet betalen, moet ik 70 en zoveel SRD betalen. Dus het is wel te doen? Het is te doen, ja. Bent u blij dat, dat het openbaar vervoer weer op gang is gekomen? Nou. Je draait of keert. Dat moest een keer gebeuren. Vanuit de samenleving vinden die mensen het goed hoe die bussen weer rijden. Want dan kunnen ze vrij naar de stad om hun dingen te doen enzovoort. Ja, dus dat. En er wordt niet geklaagd over het bustarief? Ja, er wordt wel geklaagd. Maar dat ga je sowieso hebben, want niet iedereen kan het permitteren om 6,50 te betalen. Toch? Vooral die mensen met kinderen en zo. Dus. Maar ja, ze moeten ermee omgaan. Buschauffeurs en passagiers die hun mening hebben gegeven over de herstart van het openbaar vervoer en de tariefsaanpassing die daarmee gepaard gaat. De controle op de naleving van de COVID-19-protocollen in de bussen is belangrijk. Dus TCT zorgt in samenwerking met de politie voor de handhaving hiervan.